is inmiddels voorbij en zoals afgesproken ga ik natuurlijk een conferentie doen. Alleen één dagje later, maar toch, het is tijd voor de... Nou, laten wij nog één keer met z'n allen nadenken over hoe wij de Ghostbusters hebben verpest en B-movie hebben verbeterd. Hoe wij voor lul liepen met een Snapchat-bril en vervolgens er nog een keer een hondenfilter overheen deden. Hoe in 2016 het woord allochtoon is verboden, maar het woord treitenvlogger is geïntroduceerd. En we zeiden ook dit jaar heel vaak nee. We zeiden nee tegen Sepp Blatter. Nee tegen Oekraïne. Nee tegen Sylvana Simons die niet luistert. En we zeiden nee tegen alle foodbloggers die zeggen dat eigen komen van de ongesteldheid van een kip. Domme voelplofs die je gaan voorliegen waardoor jij je hele lijf verneukt. Daarvan wil je toch gewoon minder, minder, minder. En 2016 had ook echt de mooiste gevechten die ik ooit heb gezien. Zoals bijvoorbeeld Batman vs. Superman, Kim Kardashian vs. Taylor Swift of mijn persoonlijke favoriet, namelijk Yuri van Gelder vs. zijn drankverslaving. Het was weer het jaar van de dictators. We hadden Kim Jong, we hadden Assad, we hadden Danny Blind. De een die haalt op school net niet zijn diploma en de ander haalt net niet het EK 2016. Dankjewel Danny Blind, dankjewel. Willen we meer of minder Danny Blind? Minder, minder, minder. En uiteindelijk hadden we afgelopen zomer nog evenveel Danny Blind en alleen maar minder, minder, minder voetbal. Heel leuk dit. Ik had ook bijna geld belegd in FC Twente, maar gelukkig kreeg ik goed zakelijk advies van een of andere Chinees, ene meneer Wang. En dat dan met een koude zomer waarin ik niet echt heb gezwommen. Ik heb in ieder geval niet gezwommen bij het vervuilde water van Rio. Serieus. Je kan beter zwemmen bij een olieplatform dan bij de Olympische Spelen. Dat water in Rio was zo vies, fel en ranzig dat het bijna de YouTube homepage leek. Bij de Olympische Spelen was natuurlijk ook Epke Zonderland. Of Epke Zonderland, Epke zonder medaille. Dat bedoelen we. Boom. Je zou kunnen zeggen dat dit sportjaar nog harder in het water viel dan dat Epke op die mat viel. Perform two in a race. Oh, oh no. Auw, auw. Oh. En dat zeg ik dan vanaf mijn luie reet. Althans, luie reet, totdat er een Snorlax spant. Dan ga ik in één keer de daadwerkelijke, letterlijke Running Man Challenge doen. Het was zelfs zo erg dat je bij de Giro de Italia langs Tom Dumoulin allemaal Pokémon trainers zag rennen. Die gingen allemaal rennen voor die ene Snorlax. En als ze dan aankomen bij die Snorlax, dan redt die Snorlax nog harder weg dan Gerandy Martina. Dat is natuurlijk ironisch, want Snorlax. Misschien heeft Snorlax wel gewoon wat doping geleend van de Russen. Ook was er nog een actie dat je namelijk een Pokémon kaart kreeg bij je Happy Meal. Dan loop je eerst 100.000 kilometer voor een Snorlax. En als je die Snorlax hebt, ga je alles weer aanvreten bij de McDonald's. Lekker commercieel, Nintendo. Het enige wat ik heb gevonden met Pokémon Go is een leeg bed. Al 24 jaar lang. En anders heel misschien kan ik wel chickies gaan fixen met mijn Charizard. Dat ze daar misschien nat van worden. Denk eerlijk gezegd dat de kans groter is dat IJsland of Wales het EK gaat winnen dan dat je meisjes nat maakt met een Charizard. Want Charizard is natuurlijk een vuur-Pokémon. En als je meisjes wilt nat maken heb je een water-Pokémon nodig. Duh. Vond jij afgelopen zomer Max Verstappen al snel? Nou, dan moet je mijn seksleven eens zien. Oh! Ik kan natuurlijk niet de Amerikanen gaan negeren, want daar was één grote man die zei... Oké, jongens. Alle Mexicanen zijn verkrachters. Daar stond ik nogal van te kijken. Ik dacht dat Mexicanen alleen maar drugsdealers waren. Ik kan vanaf nu dus nu niet meer normaal in een Mexicaans restaurant zitten. Ik bedoel dat ze drugs dealden, à la tot daaraan toe. Maar ook mij verkrachten tijdens het eten? Hé, hé, wat doe je daar? Hé, blijf eens van me af, man. Ik probeer hier te eten. Kom op. Nee, niet in mijn kont. De verkiezingen tussen Trump en Clinton was eigenlijk als kiezen tussen een harde en een zachte drol. Terwijl Barack Obama was gewoon een drie-gangen menu met kaviaar en een prachtig dessert. Waar wij in Nederland de treitervloggen probeerden weg te duwen, heeft Amerika een treiter twitteraar gekozen tot president. Ik had ook helemaal niet door dat het Donald Trump was. Ik dacht echt dat het een horrorclown was. Anders dacht ik wel dat dit het zwakzinnige broertje van Geert Wilders was, die ergens heel ver in Amerika is weggestopt. Maar het bleek Donald Trump te zijn. Hier kan Amerika zich dus niet meer uit hebben. En dat is fout. Ik dab het er zelfs uit met een bottle flip. Oh, 360 no-scope dab. China! Ik ben cool. Ik ben heel cool. Genoeg gebashed door Donald Trump. Tijd voor de Brexit. Daar was ik dus echt kapot van geworden. Ik zag het niet aankomen. Zo'n grote scheiding. Dat Brett en Angelina Jolie uit elkaar zijn. Kan het niet hebben. Wat? Engeland is uit de EU. Oh, dat is de Brexit. Niet Brett en Angelina. Oh. Dan was er ook nog Jan Roos van het referendum die een eigen politieke partij gaat oprichten. En die partij heet, dit is no shit, Voor Nederland. Ah! Voor Nederland, je meent het. Voor welk land kan je anders politiek voeren in Den Haag? Maar als je echt niks kan en je hebt ook geen talent,
Dan heb je altijd nog een plekje in de politiek. Je kan namelijk lid worden van de partij DENK. Of niet, Sylvana Simons? Of niet? Harbo kwam ook nog een keer in het nationale nieuws dat hij namelijk is afgetrokken bij Waalwijk. Ja, ik wist het niet, maar bij Waalwijk worden dolfijnen regelmatig afgetrokken. Zo ontstond dit jaar het woord dolfijnenrukker. Goed gedaan, Harbo. Eigenlijk zouden we de camera van alle prankers moeten verstoppen op een plek waar ze nooit kijken. Zoals een boek. De pranks waren zo nep dat de borsten van Patricia Pai echt begonnen te lijken. Of nee, de pranks waren zo fake dat ze bijna het nieuws konden schrijven voor Facebook. Wow, deze Samsung telefoon zet een bos in brand. Stem Trump. Waarom de Russen stoppen met het vermoorden van reuzenpanda? Of het beste fake nieuwsbericht van 2016. Melania Trump heeft zelf een speech geschreven. Dat gelooft echt niemand. Zo nam ook de grootste en populairste treitenvlogger van Nederland afscheid, Albert Verlinde. Hij heeft 10 jaar lang voor RTL 4 lopen vloggen. Of ja, niet iedereen op tv is een vlogger, sorry. Bang bang. Afgelopen jaar vond ik het ook heel knap hoe Marina Joyce harder kan ontsporen dan een trein in Dalfsen. Haar leven is gewoon één gigantische bottleflip waarbij je alleen maar benieuwd bent of het wel goed gaat landen. Dit jaar kon de lekkere wijf ook geld verdienen door lekkere wijven te zijn. Dankjewel Instagram, geweldig. Strikes, clickbait en YouTube-bashen was zo besmettelijk als het Zika-virus. Voor de YouTube-kijker was dit jaar echt zo van: oh jongens, het is alweer 11 uur. Ik heb 3 ontvoeringen gezien, 1 illegale drugsvideo en nog een keer 2 inbraken. Misschien nog even 2 verkrachtingen en dan echt slapen. De grootste expose van dit jaar was niet op YouTube. Nee, dat was Willem Holleder in het boek Judas. In tegenstelling tot kunstgras was Willem Holleder daadwerkelijk gevaarlijk. Wie had dat gedacht? Willem Holleder gevaarlijk. Willem kreeg meer haat dan de nieuwe Call of Duty, maar was niet de grootste dief van dit jaar. Dat was natuurlijk Instagram. Hoe hard Instagram de stories heeft gejat van Snapchat. Oh, dat gaat zelfs Holleder te ver. Instagram grabbed Snapchat by the... Oh, en omdat dit zo'n speciale video is op Banjo-movies, het is inmiddels een jubileum, een ritueel, je kent het wel. Daarom komt vandaag heel speciaal Typhoon langs. Ja, Typhoon komt hier optreden. Hij komt langs onze nieuwste single te doen en het grappige is dat hij ook in het nieuws was dit jaar. Want er was heel veel gedoe rond etnisch Yo, met Bardo. Ja man, ja, ik had het net over je hier zo. Ja, ik ben het opnemen nu. Ik was je aan het aankondigen. Ja. Ja, ja, hoe laat ben je er? Wat? Je bent aangehouden? Oh jee, zat je in de BMW? Nee, ik snap hem. Nee, is duidelijk. Dankjewel. Yo, dan niks over etnisch profileren vandaag. In 2016 heb ik wel heel veel nieuwe dingen gezien. Vanaf een nieuwe Harry Potter tot aan Deadpool tot aan de penis van Orlando Bloom. Nu Donald Trump president is, denk ik dat wij in 2017 de real life variant gaan zien van X-Men Apocalypse. En zo tegen het einde van deze video moet ik natuurlijk één grootheid herdenken. En ik ga er geen eens doekjes om binden. Jongens, Harambe is overleden. En wij als mensheid, wij wisten dat hij was overleden en wij wouden hem daar wat moois geven daarboven. En dat hebben we ook gedaan. Eerlijk is eerlijk jongens, Harambe zal nu boven zitten en genieten van een prachtig concert van David Bowie en Prince en George Michael. Waarna onze koning Harambe onder het genot van een culinair hoogstandje van Joop Braakhekken kan gaan genieten van een prachtig gevecht van Mohammed Ali tegen Fidel Castro. Of Harambe kan nog gaan genieten van een hele vette film met Willy Wonka, Prinses Leia en Professor Snape. En het gerucht gaat dat God op een gegeven moment naar Harambe is toegelopen en heeft gezegd: Harambe, we hebben jullie zoveel gegeven. Ben je blij met wat je hebt? Is er iets wat je mist? Wat we je nog kunnen geven? Waarmee wij jou zo blij maken? En het schijnt dat Harambe er niet lang over na heeft gedacht, want hij was groot fan, en dit wist ik ook niet, maar hij was groot fan van Vines. Iedereen die is overleden in 2016, die wordt sowieso nog gefeliciteerd door Henk Krol. En bij De Wereld Draait Door gaat Patricia Pai vertellen dat ze seks met je heeft gehad. En begrijp me niet verkeerd, maar ik vond het in een jaar als 2016 best wel jammer dat alleen de Banga-lijstjes en Tease Games uit de dood zijn herrezen en dat we van de rest afscheid moeten nemen. Mensen luisteren graag naar Drake, Hamilton of Broederliefde, maar mensen luisteren niet meer graag naar elkaar. Dat is dan weer te veel work, 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 work. Het maakt me zo boos dat ik bijna Tim Hofman zou mailen. Het is een jaar gebleken waarin we muren gingen bouwen en vervolgens aan Hodor gingen vragen of hij de deur dicht kan houden zodat echt niemand naar binnen kan komen. Aan de andere kant van de muren zitten ze honger te lijden. Daar is armoede, daar zijn bommen, daar is genocide gaande. Daar heb ik geen zin in. Laat mij gewoon genieten van mijn nieuwe discodel of mijn krokodel. En als het al fout gaat in Keulen, dan zegt de Duitse burgemeester tegen iedereen: het is de fout van de vrouwen, die vrouwen hadden een armlengte afstand moeten houden. Dit is een armlengte afstand.
Het lijkt me niet heel wijzelijk als Duitsers dit elkaar gaan adviseren nu, oké? Oprecht was de enige keer in 2016 dat we niet als idioten door elkaar aan het heen rennen waren, was als we de Mannequin Challenge deden. En dan had uitgerekend dit jaar een extra dag. Zoals Mark Rutte zou zeggen, pleur op! Ik vind het heel naar om dit nieuwe jaar 2017 op deze negatieve toon te beginnen. Dus ik heb wat verzonnen, iets wat ik aan jullie kan geven. Het is namelijk zo dat koning Willem-Alexander afgelopen jaar in Australië was. En daar liep hij rond met een cowboyhoed. Heel cool, zoals dit. Oh ja, ja, dit is een coole foto. Weet je hoe we deze gaan noemen? Cowboy Willy. En Cowboy Willy heeft heel veel interesse. Zo speelt Cowboy Willy heel graag mee in de laatste Quentin Tarantino film. En dat is nog niet alles, jongens, want Cowboy Willy loopt ook weg voor explosies. En dan denk je dat jullie alles gehad te hebben, maar nee, er is nog één extra ding wat Cowboy Willy doet. Hij houdt ook van pokeren. Die laatste is mijn favoriet, waarbij Cowboy Willy aan het pokeren is. Ik zal een linkje naar de plaatjes in de beschrijving zetten. Download ze, doe er wat leuks mee en tweet ze naar mij toe, @BardoAllen. De plaatjes van Cowboy Willy zijn gewoon veel te mooi om te laten liggen. Nu is het aan jullie om het jaar 2017 leuker te maken en ook leuker te beginnen dan de voorgaande jaren. Oh, member? Hi, member. Ik zie jullie Twitter creaties graag tegemoet. Ik ben heel erg benieuwd. Geef een dikke like, abonneer hier beneden. Voor mij is het recept van 2017 wel creativiteit, doorzettingsvermogen en grenzeloosheid. Dat gepaard met een vleugje positiviteit en liefde. Bon appétit. Jongens, heel fijn 2017. Like, abonneer. En tot donderdag. Ik check jullie later.